willen heel graag een keer op vakantie gaan naar bijvoorbeeld een Dubai. En daarna bijvoorbeeld doorvliegen naar Bali. Gevaarlijke zone. Ga ik stoppen met dagelijks vloggen in februari? Hey, ik moet eigenlijk eerlijk zeggen, ik heb helemaal geen zin. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. En ik ben net wakker geworden, maar ik heb me een partijtje slecht geslapen. Ik weet niet hoe het komt, maar ik heb echt het gevoel gehad dat ik gewoon zeg maar, volgens mij ging ik rond een uurtje of half één slapen. Dat ik uiteindelijk pas om echt rond een uurtje of half twee, kwart voor twee, pas echt in slaap ben gevallen. Toen ben ik een keer wakker geworden om half drie. Daarna ben ik nog een keer wakker geworden, keek weer op mijn telefoon, was het half zes. En toen om 8 uur of zo hoorde ik opeens iemand buiten schreeuwen. Ik heb onrustig geslapen, jongens. Ik weet niet hoe, maar goed, dat maakt verder niet uit. Ik ben daardoor wel een beetje moe nu. Maar dat maakt niet uit, jongens, want we gaan even lekker wakker worden. Want ik ga even een koffietje drinken. Dan ga ik eventjes beginnen met editen. En dan ga ik richting Haarlem. En dan ga ik lekker sporten bij Hidde. En dan ga ik daarna lekker op de zaak bij mijn pa, ga ik even door editen. En dan gaan we er gewoon weer een leuke dag van maken. Hé, maar ik wil niet opdringerig doen of zo, maar volgens mij ben jij nog niet geabonneerd. Nee. Jij bent nog niet geabonneerd. Dus als je dat even kan doen, zou heel erg fijn zijn. Want nog steeds ongeveer 60% die naar mijn video's kijkt is niet geabonneerd. Dat is toch gek? Dus, ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan eventjes hier beneden. Zou ik heel erg leuk vinden. Het is tijd om de deur uit te gaan, maar ik ga eerst eventjes een glas water drinken. Want ik heb dus echt, het is niet heel goed jongens, maar ik, sorry, niet heel goed jongens. Nee, maar ik vergeet heel vaak om een glas water te drinken. Kijk, koffie, weten jullie van mij, pak ik altijd. Maar het is ook wel handig om in de ochtend altijd gewoon even een paar glazen water achterover te tikken. Want water is goed voor je. En helemaal als je gaat sporten, dan moet je genoeg water drinken jongens. Nou jongens, de auto in en richting Haarlem om afgemaakt te worden door Hidde. Hey! Weet je wat ik dit jaar dus echt heel graag wil doen? Ik had het ook al met Nick over al best wel lang eigenlijk. We willen heel graag een keer op vakantie gaan naar bijvoorbeeld een Dubai. En daarna bijvoorbeeld doorvliegen naar Bali. Om dan vervolgens cursussen te gaan verkopen over crypto. En van die inspirational video's op te nemen, weet je wel. Van wil je nou ook 10k per maand? Dat wil ik dan gaan doen in Bali, zeg maar. Nee, dit was weer sarcasme jongens, maar nee, maar het lijkt me gewoon serieus vet om een keer naar Bali te gaan voor gewoon, wat is het, 2-3 weken. Lekker daar een beetje rondreizen, vette vlogs maken en dat soort dingen samen met Nick. Dus ja, dat lijkt me heel dik. Alleen ik weet niet wanneer ik zou willen gaan. Ik hoor gewoon van heel veel mensen dat Bali een hele vette plek is om gewoon lekker video's te maken, rond te reizen, vette dingen te zien. Je kan er van alles doen. Dus ik denk dat sowieso dat het leuk is voor de vlog. En het lijkt me gewoon een hele vette, ja, gewoon een hele vette plek. Ik heb dit de laatste tijd dus echt vaak, jongens. En het is echt geen goede gewoonte hier. Ik heb nog 7 kilometer op de tank. Ja, en ik moet er nog 4. Dus als ik straks bij Hidde aankom, dan wordt het pittig, jongens. Dan moet ik zeg maar daarna wel gelijk ergens een tankstation vinden. Maar dat komt wel goed. Dat komt wel goed. Je moet je nooit zorgen maken om dit soort dingen in het leven, jongens. Al zou dat misschien wel moeten. Nee. Dat komt denk ik wel goed, hoor. En als het niet goed komt, dan ja, dan zien we het allemaal weer. Maar goed, ik ben er bijna. En ik kom mooi op tijd aan, jongens. Hier, kijk. 11:55. En ik had om 12:00 afgesproken. Dus dat is top. Uh-oh, jongens. Ik zie de auto van mijn pa staan. Dus die is er waarschijnlijk ook. Ja, is dat het? Ik weet niet. Ik heb al een uur met een lege stand squat. Oh, hij is wel een uur bezig. Ja, hij is wel een uur bezig. Oh. Ik zou een beetje wat vlog maken gewoon, maar ja. Het voelt wel lekker zo. Dus, Nee, maar als dit gewoon een goed gewicht is, dan is dat gewoon. Moet je een beetje aanpassen op de situatie. Nee, maar dat is het. Ja. Hey. Oh, hey. Hey, Paf. Oké dan. Kijk nou even, hey. Wat een krachtpasser. Moet je even kijken. Dat is toch niet normaal? Jij hebt ook weer grote armpjes, hoor. Grote armpjes. Witte sneeuw. Zo'n vader is zo'n zoon. Oh, jongens. Ik kreeg net een appje van Stefan. Die zei, ga je vanavond weer mee PT'en? Dus ik weet niet. Stefan die stuurde een berichtje. Wil je om 6:00 mee naar mijn PT een keertje? Ja, moet je andere oefeningen doen. Moet ik het doen? Maar moet je weten wat je nu dat hebt gedaan. In Leinde. Is dat een beetje krachttraining ook? Of is het geen idee. Ik weet het niet. Ik kan het altijd proberen. Misschien is het zelf kunnen, hè? Daarom. Misschien dat we het gewoon gaan proberen. Ik vertelde jullie dat ik vrijdag dus mijn benen had getraind. En dat ze helemaal de kloten waren. Wat zijn we vandaag gaan doen? We gingen squatten. En dat is een oefening voor je benen.
Niet ideaal. Zo jongens, ik ga de auto weer in. Och. Ik heb weer fantastisch goed getraind. En mijn auto geeft aan dat ik nog 5 kilometer kan rijden. Oké, ik moet nu naar de zaak van mijn pa. Dat is hopelijk minder dan 5 kilometer. Ja, denk het wel. Ja, 100%. Ik moet niet zo raar doen. Ik moet gewoon niet zo raar doen. Ik heb ook nog niet ontbeten, jongens. En het is momenteel 2:30. Dus dat ga ik eventjes lekker doen. Hij komt eraan, jongens. Februari of ergens in begin maart, midden maart. Maar hij komt eraan. Ik ben ermee bezig. Wat is er gebeurd met? Hier komt niets om. Niemand tussen. Wat is er gebeurd met? Deze vlam valt niet te blussen. Wat is er gebeurd? Jij was goeiemorgen en wel te rusten. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Hier komt niets of niemand tussen. En wat is er gebeurd met deze vlam? Valt niet te blussen. Wat is er gebeurd? Ja, was goeiemorgen en wel te rusten. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is... Oh jongens, ik heb zoveel zin om deze uit te gaan brengen. Maar er moet nog heel veel gebeuren. Daardoor dat die, ik had natuurlijk gezegd in februari. Dat staat eigenlijk nog steeds wel. Maar het kan zijn dat die iets later komt. Omdat er gewoon nog best wel veel moet gebeuren. We moeten nog eventjes een keer de studio ingaan. Om even te fine-tunen. We willen nog een vette clip gaan schieten jongens. Dus ja, ik ga er echt wat diks van maken. Ik heb trouwens ja gezegd op Stefan. Die vroeg aan mij of ik mee wilde naar zijn PT. En ik heb ja gezegd. Ik weet eigenlijk niet waarom, want ik heb vandaag al getraind. Maar ik dacht, weet je wat, het is gezellig. Waarom ook niet? Het is goed voor me. Sporten en bewegen is sowieso gewoon goed voor je gezondheid. Dus dat ga ik doen straks om 6 uur, jongens. Kijk eens even. Ik zit wel leuk te lullen allemaal. Maar er staan nu 3 streepjes. Dat betekent dat er niks meer in zit. Maar kijk eens waar we zijn, jongens. De Shell. Potje Andori. Wat een timing. Het is gelukt, jongens. We hebben het gehaald. Fijn. Dus ik heb het eigenlijk nog helemaal niet benoemd vandaag. Maar ik ga het toch doen. Want kijk eens eventjes. Het zonnetje schijnt. En dan weten jullie, dan ben ik blij en vrolijk. En waar ik ook vrolijk van word, is deze zaak. Want hier kan je brood eten. Ik kan hier lekker editen. Ik kan een koffietje drinken. Helemaal perfect. Dus ik ga aanbellen. Voordat ik ga editen heb ik nog een afspraak met de directeur hier. Kom binnen. Hi. Hi. Hi, leuk je een keer te ontmoeten, man. Ja, man. Hi. Zo. Wat kom je doen, man? Ja, editen. Ik ben heel erg druk, man. Ben je druk? Ik ben heel druk. Oh, sorry. Ja, dan hou ik je niet verder op, hoor. Ik ben ook druk, namelijk. Ik ben YouTuber, ja. Dagelijks vlogger. Ja, vandaar die camera. Ja, ja. Gewoon elke dag, weet je wel. Video's maken. Wat film je? Ja, mijn dagelijks leven. Ik ben aan het sporten, ik ben aan het chillen met vrienden. En gewoon allemaal leuke dingen. Dat film ik dan, zeg maar, elke dag. Echt? Ja. Oh, dat is wel vet. En mensen vinden het ook echt leuk om te kijken. Ja. Er zijn wel een paar mensen die het leuk vinden. Ja? Ja. Nou, leuk hoor. Zeg maar even hoi tegen de mensen. Hey mensen. hoeveel zijn het er? Op deze video zijn het er momenteel 13.000, denk ik. 13.000. Ah. Toch veel mensen die hier aan het kijken. Leuk hè? Leuk jongens. Nou, succes verder. Leuk man. Ik ga even een broodje maken, koffietje drinken. En dan ga ik weer lekker editen. Weet je wat, misschien kom ik wel even lekker bij jou editen, gezellig. Nee, helemaal niet. Maar ik heb een koptelefoon mee. Nee, ga weg. Oké. Dat was er weer, jongens. Ik heb lekker even een broodje gegeten, koffietje gedronken. En ik heb mijn vlog geëdit en geüpload. Dus ik ben klaar voor vandaag. Dus ik ga gezellig richting Ella. Hey. Hey. Kom, we gaan lopen. Dit is perfect. Het is voor jullie vandaag de 31ste van januari en ik zou heel de maand januari gaan vloggen. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb elke dag geüpload zonder een dag over te slaan. Maar nu is de vraag, ga ik stoppen met dagelijks vloggen in februari? Ik weet het niet jongens, ik weet het niet. Ik twijfel aan de ene kant denk ik van, ik ga gewoon door. Ik ben nu toch al bezig, ik vind het leuk. Ik vind het gewoon lekker ritme, lekker doorgaan. Met vloggen. Maar aan de andere kant denk ik misschien dat ik weer op een andere manier video's wil maken. Dat ik denk van bijvoorbeeld 1 week vlog en 1 concept videootje. Dat ik echt een bepaald, ja, gewoon een soort van verhaallijn heb, conceptje. Dat ik dat ga doen. Dus ik twijfel nog een beetje of ik wil doorgaan met vloggen. Maar ik ben heel erg benieuwd naar jullie mening. Dus laat eventjes weten in de reactie. Elke dag blijven vloggen. Of 2 video's per week. 1 week vlog en 1 concept video. Laat maar weten jongens. Hallo. Hey Minoes. Hey! Minoes denkt ook al van wie is dat nou in godsnaam? Maar ik ben momenteel bij Niek thuis, want ja, ik dacht ik ga voor langs, maar Niek is nog even een broodje halen.
Maar ik heb de sleutel van Nieks huis, dus ik kan gewoon naar binnen. Ik kan gewoon naar binnen. Hoe is Minoes? Oeh, lekker hè. Oh. Waarom kijk ik opeens zo bang? Oh, zie je nu pas dat ik niet Niek ben? Minoes. Minoes, we hebben het hier over gehad. Nee. Wat doe je in mijn huis überhaupt hier? Wat doe je in jouw huis? Wat doe jij in mijn huis? Ik help toch even met die klusjes. Ja, dat is goed. Kijk, Minoes die zit nu daar zeg maar bij die badkuip daar. Maar ik had echt zo'n mooi moment. Daarvoor was ik natuurlijk met Minoes eventjes een beetje, hè. We hebben een beetje een conflictje gehad. Maar daarna lag ik lekker te kroelen hier op de mat met Minoes. Kom Niek binnen, rent ze weer weg. Je had een conflict met mijn kat? Ja, kijk maar. Nu is hier, ze is nu weer boos. Waar is ze dan? Daar. Ze kijkt heel erg judging. Nee man, dat is haar resting bitch face. Ik denk ook, zit naast op de bank. Hele avond en denk van, ja mag me gewoon niet. En daarna vervolgens gaat ze op mijn schoot zitten. Dus ja, het is een gekke, het is een hele gekke kat. Kort maar krachtig. Ja, doei. Dag. Doei. Doei. Ik was eventjes gezellig langs bij Niek en ik was toch in de buurt. Ik dacht, het kan nooit kwaad om eventjes gezellig langs te gaan. En ik moest ook plassen. Dus het kwam helemaal perfect uit. Maar nu ga ik even lekker naar huis. Ik ga even een broodje eten weer. Want als ik straks om 6 uur weer ga sporten met Steve, moet ik wel wat in mijn maag hebben. Dus dat ga ik maar even doen. En ik heb zin in een tosti. Ik heb dus echt al heel lang geen tosti meer gehad. Ik reed er toch langs. Ik dacht, ik ga eventjes mijn auto wassen. Dat heeft hij wel verdiend. Want ik heb hem en lang niet gewassen. En hij was heel smerig. Dus jongen. Geniet ervan. Zo is hij weer helemaal schoon. Kijk even shine, hé. Ik heb nog wel allemaal troep in mijn auto liggen, jongens. Dat ga ik even weggooien. Een schone auto is zo lekker, jongens. Als je dan nu zeg maar naar de voorkant kijkt van de auto, dan shine hij helemaal. Helemaal top! Ik heb even brood gehaald en plakjes kaas voor mijn tosti, jongens. Oh, ik heb er zin in. Niet normaal. Ik weet niet hoe dat komt, maar ik dacht opeens van... Ik ga tosti's maken. Als het goed is heb ik nog ham en als het niet zo is dan ben ik een beetje verdrietig. Maar dan maak ik kaastosti's. Ik heb lekker een tostietje gegeten en het is nu tijd om te gaan sporten weer. Alleen heb ik eigenlijk totaal geen zin. Maar ik heb nu toch al ja gezegd, dus daar gaan we jongens, daar gaan we. Ik heb wel tegen Steve gezegd, ik ga geen benen meer trainen. Dat ga ik gewoon niet doen. Ik heb vrijdag mijn benen getraind en vandaag. Dus als ik nu weer benen ga trainen, ja, dan kan ik gewoon niet meer lopen. Dus als het goed is gaan we dat niet doen. Oh, hij is wel weer echt lekker, lekker fris zo, hè. Oeh, Potjandori. Altijd lekker, jongens, een schone auto. Ach, 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 wat een weer, hè. Wat een hondenweer. Ik merk de laatste tijd dat het weer lichter blijft. Normaal gesproken was het wel rond een uurtje 5 helemaal donker. En nu is het ook donker, maar dat komt meer door het weer, zeg maar. Maar het is lekker. Ik vind het, kijk, dat vind ik wel echt zo. Ik vind de winter fantastisch, gewoon omdat ik hou van wintersport en al dat soort leuke dingetjes. Alleen vind ik het zo jammer dat het zo vroeg donker is. Dat vind ik zo lekker aan de zomer, dat je gewoon een veel langere dag hebt, zeg maar. Oh ja, dit was ik even vergeten, jongens. Dat dit natuurlijk de perfecte kuttijd is om op de snelweg te gaan rijden. Nou, helemaal hier op de A9. File! Helemaal top, lekker weer, wat een dag. Besef even jongens, ik ga met Stefan mee naar zijn personal training. En ik ben op tijd, het is momenteel 6 uur. En als het goed is, ik denk dat Stefan nu komt aanrijden. Dit zou Stefan zijn. Ja, daar komt hij al. Dit is een van de eerste keren dat ik op tijd ben voor personal training. Oh. Ja, precies. Dat is Evelyn's project. Ja. Maar hoezo heb je deze kleur? Huh? Heb je dit nog niet gezien? Nee. Dit is gewoon mijn standaard kleur. Maar heb je die wrapper afgehaald? Ja, ik heb hem eraf gepulkt. En had je ook die velgen al? Dit zijn mijn wintervelgen. Normaal zijn ze zwart. Ja, precies. Ah, precies. Oké. Gaaf, hè? Ik vind het wel wat nice. Hey, ik moet eigenlijk eerlijk zeggen, ik heb helemaal geen zin. Ja, daar gaat het niet. Nee, dat weet ik. Maar ik moet... deze gozer doet wel heel rustig aan met je, dus dat is wel chill. Oké. Okay. Nou, dan durf ik het wel. Daar gaan we, Steve. Hij maakt je echt dood altijd. Ja. Oh, echt? Ja, man. Ja. Ja, ik heb ook geen zin in. Zullen we gaan? Ja. Wat een krachtpatser. Steve, je bent zo'n krachtpatser. Dat is niet normaal. Dat is nummer 1000 was dat. Ja, weet ik. Maar ik had het pas later aangezet. Maar Steve zat echt al op 995 of zo, toch? Qua rep. 1000, man. Ja. Oh, dat is lullig. Dan misschien met filmen. Ja. 975, mooi.
Oh. Bedankt voor het meevragen. Steve, zou je misschien even je raam... Bedankt voor het meevragen. Ja? Ik vind het super lief van je. Oh. Dat ik zeg maar weer naar de kloten ben. Twee keer vandaag. Hey, shout out naar jou, man. Shout out naar jou. Strijder, hoor. Hey. Ik respecteer dat. Hey, en over 2 dagen in de vlog zie je ons bolderen. Oh ja, we gaan bolderen. Ja, ik ben benieuwd, man. Nou, hey, Steve. Steve, hey, doei, hè. En vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te abonneren. Ach, jongens, dat was hem. Het was serieus echt wel een pittige training. Hij was wel lekker, want ik heb zeg maar juist nu alle dingen getraind die ik nog niet bij Hede had getraind. En ik had, we hadden zeg maar een beetje meer verbrandingsoefeningen ook gedaan. Dus dat is goed voor mij, even wat vetten weer af. Want ik ben momenteel 82 kilo en ik was op mijn best, zeg maar, bij dat hele van Kratje en Sixpack, was ik 78, jongens. En natuurlijk is het niet gek dat ik 4 kilo aan ben gekomen in 2 maanden door inderdaad alleen maar op wintersport te gaan, niet te letten op mijn eten. En ik kan natuurlijk ook niet de hele tijd 78 kilo blijven, maar ja, jongens, 2 keer op een dag sporten. Poeh, lekker hoor. Ik ga lekker naar huis en dan ga ik eventjes wat eten bestellen, denk ik. Aangezien, ja, ik heb echt geen zin om nu nog te koken. Ja, sorry jongens, ik ben af en toe echt een beetje lui, maar het is momenteel 7:30. Nee, ik kan trouwens niet eens meer naar de winkel. Nee, goede reden, ik kan bestellen. Ik zei trouwens net dat ik eten ging bestellen, maar ik heb eigenlijk nog helemaal geen trek. Maar ik denk dat dat een beetje komt, zeg maar, omdat ik echt zeg maar net heb gespoord. Dus ik vind het altijd zo'n risicootje om dan geen eten te bestellen, want dan krijg ik straks in de avond honger en dan ga ik weer snacken. Nou trouwens, ik zeg wel, dan ga ik weer snacken, alleen wij hebben helemaal geen snacks, wij hebben echt niks in huis. Wij hebben geen koekjes, wij hebben geen chips, niks. Dus ik denk dat ik toch maar gewoon even ga bestellen, anders heb ik vanavond honger. Het is altijd zo lekker thuiskomen hier jongens in de avond. Als je dan zeg maar helemaal zo'n heldere avond is als vandaag, zeg maar, dan kan je al die lampjes zo zien. En dan met die led zo, goh, goh, goh. Ik ben zo blij met het huis nog steeds, jongens. Niet normaal. En ik, en elke keer als ik bijvoorbeeld hier de deur door kom lopen. En je komt zo aanlopen. Je ziet dan zeg maar dit uitzicht. En dan die lampjes. En dan zo. Ja, ik vind het echt zo'n lekker appartement. En ik besef ook dat dit op mijn leeftijd echt, dat ik er echt fucking blij mee moet zijn. Ah, ja, jongens. Soms is het even goed om dat te beseffen. Want kijk eens even, wat een plaatje, hè. Ik wilde eigenlijk sushi bestellen, alleen de sushi tent waar ik altijd bestel, die was dicht. Dus ik heb nu een Mexicaanse wrap genomen bij Taco Mundo. Ook lekker! Oh jongens, kijk eens eventjes hoe heerlijk. Ik lig lekker in mijn eentje op de bank een filmpje te kijken. Ik had hier echt zin in. Ik heb vandaag 2 keer gesport. Ik ben kapot. Ik ben kapot. Ik ben moe. En ik dacht, ik ga gewoon eventjes lekker niks meer doen en gewoon stom naar een film lopen staren. En het is heerlijk, jongens. Het is heerlijk. Oh, jongens. Ik voel nu al gewoon dat ik 2 keer heb gesport vandaag. Als ik beweeg, ik voel gewoon oprecht alles. Mijn benen zijn naar de kloten. We hebben net mijn rug heb ik getraind. En die had ik vanmiddag ook al wel een beetje getraind. Dus jongens, ik denk dat ik morgen echt een idioot ben. Dat ik helemaal, dat al mijn spieren helemaal stijf zijn. En dat ik gewoon niet meer kan lopen. Maar jongens, we zien het wel. Het is ook alweer een lekker gevoel dat je 2 keer gesport op een dag, hè? Dan zit je toch met een relaxter gevoel lekker op de bank een film te kijken. Ugh, in plaats van dat je bijvoorbeeld de hele dag niks hebt gedaan. Ik kom net lekker onder de douche vandaan en ik weet niet wat het is, jongens, maar ik ga in mijn bed liggen en ik zet weer even lekker een filmpje op en ik heb opeens echt een intens geluksmoment dat ik denk van, wat is het eigenlijk lekker dat ik gewoon in mijn bed kan liggen en gewoon lekker een filmpje kan opzetten. Ik ben helemaal tevreden opeens. Ik ben eigenlijk altijd wel tevreden. Ik ben nooit zo'n moeilijk persoon in dat ik dingen echt kut vind of zo. Maar het is goed om af en toe gewoon inderdaad gewoon te beseffen dat dit soort kleine dingetjes lekker in bed relaxen en een film kijken gewoon zo heerlijk zijn, jongens. Dus dat moeten jullie vooral ook lekker doen, jongens. Lekker genieten van de kleine dingen in het leven. De tv is weer uit, want het is tijd om lekker te gaan slapen, jongens. Ik heb gisteren, zoals ik al zei, echt slecht geslapen. Dus ik hoop dat ik vanavond even lekker goed slaap en niet wakker word tussendoor. Maar zoals ik al zei, jongens, ik ben een beetje aan het twijfelen of ik nog door ga vloggen. Maar ja, laat maar weten in de comments wat jullie graag zouden willen. En dan lees ik het allemaal wel, jongens. Dames en heren, jongens en meisjes, bedankt voor het kijken en ik zie jullie zo snel mogelijk weer. Later!